In februari 1928 strandde het uit Liverpool afkomstige stoomschip Tsonga voor de haven van IJmuiden. De redders verzamelden zich op het strand. Maar het leek onbegonnen werk, want de storm joeg de golven huizen hoog op tegen de pier. Toch voer de reddingboot uit in een poging de bemanning te redden. Maar het werd een hachelijke tocht. Ondanks vele moeilijkheden slaagden de redders erin alle opvarenden van het Engelse schip te halen, inclusief de scheepshond. Het was net op tijd, want even later brak het stoomschip in tweeën en verdween het voor een deel in de golven. De bekendste redder op zee was Doris Rijkers. 40 jaar lang had hij als schipper van de reddingboot Den Helder het leven van honderden schipbreukelingen gered. In maart 1928 overleed Doris Rijkers op 81-jarige leeftijd. Maar zijn naam bleef voortleven in het Doris Rijkers Fonds, dat steun verleende aan behoeftige redders en hun weduwen.